Breda is vrijdagochtend het mobiliteitscentrum Zuidwest-Brabant geopend. Sinds de crisis om zich heen begon te slaan, hebben in totaal 617 bedrijven werktijdverkorting aangevraagd. Eén daarvan is Liat Electronics in Breda. Kredietcrisis is een deel van de oorzaak. Een ander deel is dat, of dat te maken heeft met die kredietcrisis is niet helemaal zeker, maar dat klanten nog steeds producten naar Azië uitbesteden. Dat is ook een onderdeel van de reden waarom wij in omzet omlaag zijn gegaan. En niemand weet hoe de crisis zich verder ontwikkelt, maar de werktijdverkorting is specifiek opgericht om vakmensen vast te kunnen houden. En dat is ook wat je ziet dat er gebeurt. We hebben voor 19 mensen werktijdverkorting aangevraagd. Per saldo betekent dat iets van 15 medewerkers die fulltime niet aanwezig hoeven te zijn. Werktijdverkorting is dus bedoeld om mensen binnen het bedrijf te houden. Mocht het nou uiteindelijk niet lukken en er dreigen ontslagen te vallen, dan komt het mobiliteitscentrum om de hoek kijken. Nou, het mobiliteitscentrum zijn echt gespecialiseerd als bedrijven groepen medewerkers willen ontslaan. Of voor groepen medewerkers werktijdverkorting aanvragen. Dan wordt al voordat mensen worden ontslagen, worden er al contacten gelegd met bedrijven om te kijken wat het mobiliteitscentrum kan betekenen voor een bedrijf. Of er geholpen kan worden bij scholing, maar ook of er geholpen kan worden met doordetachering naar een ander bedrijf gedurende werktijdverkorting. Of als mensen worden ontslagen om te kijken waar mensen dan weer aan ander werk geholpen kunnen worden. West-Brabant heeft een flinke toename van de werkeloosheid. De soorten werkgelegenheid die in West-Brabant zijn getroffen door deze crisis. Transport, logistiek. Dus we zien toenames van de instroom, soms wel tot meer dan 50% bij vestigingen in West-Brabant. Als de crisisstorm over een aantal jaren weer is gaan liggen, dan staat het licht op oranje voor de mobiliteitscentra in Nederland. Want men heeft geen idee wat er dan mee gaat gebeuren.